Hoe ernstig is de situatie rondom de besmette fipronil-eieren? Dit is Uitgelicht. Goedenavond. De Nederlandse Voedings- en Warenautoriteit waarschuwt voor het eten van eieren die besmet zijn met het fipronil-bacterie. Miljoenen eieren moesten afgelopen weken uit de schappen worden gehaald. Pluimveehouders verkeerden in grote onzekerheid en de consument weet ook niet precies waar hij aan toe is. In de studio Roel Jongeneel, landbouweconoom van de Wageningen Universiteit. Goedenavond. Goedenavond. Ja, dat nieuws kwam afgelopen week opeens dat eieren besmet zijn met het fipronil-bacterie. Wat is dat bacterie precies? Wat doet het? Weet u dat? Nou, het is eigenlijk een, je zou kunnen zeggen een soort insecticide, een soort bestrijdingsmiddel. Eerder, wat gebruikt wordt om bloedluis tegen te gaan. Een bloedluis is een parasiet die een klein diertje, laten we zeggen, wat op de stok zit, waar de kippen op rusten. En wat als het ware naar die kip toe gaat, het bloed uit die kip zuigt en het dier tekort doet, laten we zeggen. Ja, dus ze worden er zwakker van. Ja. En als ze zwakker zijn, leggen ze minder eieren. Maar sowieso voor de gezondheid van het dier is het ook niet goed. En dat middel waar het nu om gaat, dat wordt gebruikt om die stal, laten we zeggen, te reinigen van die parasiet. Ja. En die parasieten, daar heeft eigenlijk elke boer haast wel last van. Hè? Dat is iets wat... Komt regelmatig, ja, dat je daar dat daar tegen opgetreden moet worden. Ja. Als dat dus die stallen, want het zit dus op die stokken waar ze op gaan zitten s'nachts. Als dat vies is, dan kunnen ze het schoon gaan maken. Ja. Maar dat fipronil, dat is een verboden stof. Ja. Het is een verboden middel, dus het mag niet gebruikt worden. Het hoort ook niet in het voedsel. En op een of andere manier is dat middel dus toch gebruikt. En dat is dus gebeurd door het bedrijf Chickfriend, een schoonmaakbedrijf die gespecialiseerd is in dat soort stallen. Ja. Ja, dat is een bedrijf wat inderdaad daarin gespecialiseerd is. En ze hebben ook een middel gebruikt. Wat oké lijkt, maar waar dat andere middel, die fipronil, in is bijgemengd. En nou, de vraag is natuurlijk een beetje, hoe komt het daar? Ja, maar, ja daar gaan we het straks ook nog even over hebben. Hoe is dat balletje nou eigenlijk gaan rollen? Want opeens stond het vorige week in het nieuws en mochten wij een deel van de eieren niet eten. Hoe is dat nou zo gekomen? Het probleem was al even eerder gesignaleerd in België. Daar lopen ook de lijnen van de bron een beetje naartoe op dit moment. Daar was het ook gemeld en daar is het balletje eigenlijk gaan rollen. Ja. Wat voor effect heeft het op de mens? Is het heel schadelijk voor de mens als we dat wel zouden eten? Of? Nou ja, als je het in hele kleine doseringen, dan is er niet zoveel aan de hand, begrijp ik. Ik volg daar ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in. Maar als de doseringen wat te hoog worden, dan kan er wel een acuut gezondheidsgevaar gaan ontstaan. Ja, want die eieren die zouden al maandenlang in de schappen liggen, maar exact duidelijk is dat niet. Zijn er gevallen bekend van mensen die ziek zijn geworden of iets dergelijks? Niet dat ik daarvan weet. Nee, is er niet bekend van. Nee. En het advies van de NVWA, van de Voedsel- en Warenautoriteit, is nu om een aantal eieren niet te eten. Ja, ze hebben duidelijk gemaakt, op een ei staat een code. En ze hebben een aantal codes gepubliceerd, waarvan één van die codes geldt dat het echt wordt ontraden om die eieren te eten. En daar is de dosering dus, laten we zeggen, zo hoog dat ze zeggen dat is gewoon niet goed voor de volksgezondheid. En voor een aantal andere codes geldt dat ze zeggen van nou, je moet jonge kinderen vooral dat niet geven. Dat is verder niet direct een probleem, maar vermijd dat. Ja, dus het beste is eigenlijk gewoon die eieren die op dat lijstje staan. In ieder geval niet te gebruiken. Die codes, hoe komen of wat betekenen die codes? Daar staan dat is een stal. Die geven eigenlijk informatie over de stal waar de eieren vandaan komt en ook van het moment waarop die eieren dus geproduceerd zijn. Dus zo kunnen we heel nauwkeurig herleiden of je ei ook uit zo'n stal komt. Ja. Gisteren zei de NVWA in Nieuwsuur dat we eigenlijk misschien maar beter helemaal geen eieren moeten eten. Was dat een verstandige uitspraak? Of is dat verstandig om nu geen eieren te eten? Ik denk dat de NVWA eigenlijk nummer 1, de voedselveiligheid is nummer 1. En zij zijn, laten we zeggen, de waakhond daarvoor. Ja.
Dus ik heb geen reden om als zij met zo'n advies komen om daaraan te twijfelen. Ik zou zeggen als consument, hou die lijn wel aan dan. Ja. Ja. Maar goed, dat kan ook iets doen met het vertrouwen voor de consument. Hè? Want ja, moeten we nu wel eieren eten of moeten we alleen dat lijstje eten? Wat doet dat met het vertrouwen van de consument? Ik denk dat het tot nu toe het consumentenvertrouwen best nog vrij goed was. Maar het lijkt nu dus wat serieuzer te gaan worden als je kijkt de informatie die in de loop van de tijd nu naar boven komt. En ja, als dit verder gaat, dan is dat slecht voor het consumentenvertrouwen. Ja. Ja. Ja, de NVVA gaat ook nog die lijst aanpassen of aanvullen. Ja. Want er loopt op dit moment nog onderzoek naar een tiental bedrijven. Ja. Er loopt onderzoek en voor een deel heeft dat ook te maken dat onderzoek een zekere tijdsduur nodig heeft voordat je tot de testresultaten de goede uitslagen kan vaststellen. Dus er gaat wat tijd overheen en dat, ja, ook gegeven de omvang van het probleem en de noodzaak om echt heel zorgvuldig te werken. Ja, is dat niet in één keer één dag duidelijk. Maar, ja, dus dat zou ergens deze week dan eind van deze week duidelijk moeten zijn. Ja. Nou is dat misschien een beetje als lekenvraag. Is het nou echt een serieuze bedreiging? Of wordt het nou gewoon heel groot gemaakt? Het is een beetje komkommertijd. Of is het nou echt serieus iets? Nou, het is een... laten we zeggen, het stofje is op zich geen gezellig stofje. Laat ik het zo zeggen. Dus het hoort ook niet in voedsel. Dat is ook de reden waarom het verboden is. Ja. Dat betekent niet dat er nu direct een probleem is. Anders zou de NVVA wel anders gereageerd hebben. Maar het moet er niet zijn. En voedselveiligheid is gewoon zowel consumenten, maar ook pluimveehouders vinden dat voedsel veilig moet zijn. Ja. Ja, dat is en dit hoort er niet in. En dus moeten we het niet eten en is het fout. Ja. Ja. We hadden het net al heel eventjes over een schuldige. Is die aan te wijzen? Is dat dat bedrijf dat die stallen schoonmaakt? Ja, dat is natuurlijk een lastige vraag. Dat heeft ook te maken met wie heeft wat gedaan en wie weet wat. Ik heb het idee dat het bedrijf wat die reiniging deed in die stallen, dat is op zich een gecertificeerd bedrijf. Dus ik kan me voorstellen dat je als pluimveehouder zo'n bedrijf inhuurt. Ja, dat je zegt van nou, die pluimveehouder valt en dat op zich niet zoveel te verwijten, lijkt me. Je kan in ieder geval zeggen, ik heb niet zomaar iemand gevraagd dit te doen. Maar dat is een gecertificeerd bedrijf, dus dan mag je ook iets verwachten. Dat bedrijf dat het heeft gedaan, die heeft dat schoonmaakmiddel, laat ik het zomaar even noemen, hebben ze uit België, is dat afkomstig. Daar staat niet op dat dit materiaal erin zit, maar dat heet Delga 16 of 19. Dus dat is een middel wat ervoor wordt gebruikt, wat zij hebben gekocht. Het kan zijn dat de Belgische leverancier daar dat stofje in heeft gedaan, zonder dat dat bedrijf, schoonmaakbedrijf, dat wist. Ja. Het kan ook zijn daar is nader onderzoek voor nodig, dat het bedrijf toch wel het een en ander wist. En ja, dat is nu onduidelijk. Dat is in onderzoek. En ja, ik kan daar ook. Maar er is dus geen schuldige aan te wijzen. Is dan de pluimveehouder zelf ook iets te verwijten? Nou, ik denk dat in juridische termen op dit moment wel zo is dat je als pluimveehouder verantwoordelijk wordt gehouden voor wat er. Jij bent verantwoordelijk voor de middelen die je gebruikt in je stal. Er zijn middelen die niet gebruikt mogen worden. Dus, en die zijn dan kennelijk wel gebruikt. Dus, en jij moet gezonde eieren afleveren. Ja, en jij moet gezonde eieren afleveren, ja. Ja. En dat is dus juridisch gezien ligt er wel een verantwoordelijkheid bij de pluimveehouder. Maar ze hebben wel het schoonmaakbedrijf Chickfriend hebben ze aansprakelijk gesteld. Ja. Maar dat is meer een juridisch proces waarschijnlijk ook. Nou ja, dat is een juridisch proces. En misschien in deze context zeggen we van een kale kip kun je niet zoveel plukken. Ook de vraag is van als er echt claims komen van grote omvang. Hè, van dit gaat echt in de grote bedragen lopen. Van wat er dan nog terug te halen is. Ja. Ja, wat voor impact heeft dit op boeren? Hè? Want er zijn nu heel veel boeren die in spanning zitten of zij dus besmet zijn of niet. Of zelfs al dat uitslag hebben gehad en gehoord hebben dat ze besmet zijn. Wat voor impact heeft dat op ze? Nou, het is natuurlijk sociaal is het een drama. Hè, als zoiets je bedrijf treft. Dus dat is, laat dat nummer één zijn. Hè? Dat is een drama. Dat wil niemand. Daarna is ook de vraag van wat betekent dit economisch voor een bedrijf, voor de toekomst van je bedrijf ook. Dit hakt er echt, als je een getroffen bedrijf, dan hakt dit er echt in. Als je een gemiddeld bedrijf neemt, die hebt op dit moment zo'n 40.000 leghennen. Nou, als ik gewoon even reken dat ze die, even alleen rekenen dat ze die leghennen, dus die zouden moeten vervangen.
Als ik dan even bijvoorbeeld zeg van nou, dat is 4 euro per leggen en een keer 40.000 euro, dat is 160.000 euro. Ja. Als je even wat doorrekent, kan je zo tot een bedrag tussen de 200.000 en 300.000 euro. En dat gaat alleen al om de vervanging, schoonmaakkosten en dat soort dingen. Maar het gaat ook nog eens om de eieren die ze weg moeten gooien. Want ik heb berichten gelezen van pluimveehouders die 150.000 eieren per dag weg moeten gooien. Ja. Dat, absoluut. Daar zit dus ook. Dus dit gaat echt in de honderdduizenden euro's lopen als een bedrijf getroffen wordt. Ja. Stel dat ze getroffen worden, welke opties hebben pluimveehouders dan? Nou, ja, als je getroffen wordt, je moet zien weer schoon te worden en weer in productie te komen. Dus je moet mogelijk eieren terughalen, je dieren afvoeren. Die kunnen ook niet voor menselijke consumptie worden gebruikt. Ze worden echt vernietigd. Ja. Dus dan ben je kwijt, moet je op afschrijven. Je moet nieuwe leggennen aankopen. Alles moet gereinigd worden. Dat, gezien ook de bedragen waar het over gaat, zal een bedrijf denk ik dan ook naar de bank moeten om een extra lening af te sluiten om eventueel door te gaan. Maar het kan ook zo zijn de lening die nodig is, dat je die financiering bijna niet kan krijgen, omdat het mogelijk te veel is. Hè. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat dit zo ernstig is dat enkele bedrijven ook wel failliet kunnen gaan. Ja. Ja. Nou heb ik ook gehoord dat je kippen zou kunnen laten ruimen. Dus op een of andere manier schoon, dat ze zelf schoon zouden worden. Dat je ze dus niet hoeft te ruimen. Nou ja, wat een van de punten is. Dit middel dat gaat in vooral in het borstvet van de kippen zitten. En als je nou, daar wordt het als het ware opgeslagen. En als je dat nou, dat vet van die kip, laten we zeggen, weg zou uit die kip zou kunnen halen. En dat een manier om dat te doen is dat door dat ruimen, dan verliezen ze behoorlijk wat vet. En dus ook mogelijk van dat middel. Dus maar dat is nog een onderzoek. Dat zou mogelijk een soort middel kunnen zijn om die kippen te ontgiften. Ja. Maar ook dan, dat is nog onzeker. Maar ook dan geldt dat er behoorlijke kosten aan verbonden zijn. Want dat betekent dus dat de kippen niet in productie komen. Ja. Of een heel andere periode door moeten maken. Ja. Dus zo eenvoudig is dat ook niet. Ja. En dit gaat dan over de kosten. Maar dan is er ook nog gewoon een emotionele klap, een sociale klap voor zo'n boer. Ja. Die ook enorm zal zijn. Ja, absoluut. Ja. Ja. Omdat dit heeft hakt er heel erg in. Ja. En anders dan bijvoorbeeld bij een calamiteit als de vogelgriep, is het ook zo dat er in principe ook niet een soort vangnetregeling is voor boeren die als het ware hen daarbij helpt. Ja, daar gaan we het straks even nog over hebben. Want ik ga eerst eventjes naar een pluimveeboer. Want aan de telefoon heb ik Johan Verbeek, voorzitter van coöperatie Bio Meerwaarde en zelf pluimveehouder in Renswoude. Goedenavond, meneer Verbeek. Ja, goedendag. Ja, heeft u zelf ook al wel eens uw stallen laten schoonmaken door het bedrijf Chick Friend? Nee, dat doen we wel zelf. Dat doet u altijd zelf? Ja. Dus u heeft ook niet een controle gehad van de NVVA? Nee, klopt. Nee. U bent voorzitter van een coöperatie met zo'n 30 pluimveehouders. Zijn er binnen deze coöperatie wel mensen die getroffen zijn door dit bacterie? Ja, dat klopt. Er zijn meerdere die daardoor getroffen zijn. Ja. We hoorden net hier al even in de studio dat het sowieso al een financiële impact heeft op dit soort boeren. Kunt u wat vertellen over de emotionele impact dat dat heeft op deze boeren? Ja, het is natuurlijk een volslagen nieuw iets, want dit hebben we in de sector nog niet eerder meegemaakt. In principe is de behandeling gebeurd op basis van een verleende dienst die legaal is uitgevoerd. Ja. En bij nader inzien is er in het legale middel wat ze ook gebruikt hebben en waar ze ook een IKB-waardig certificaat voor hadden, een illegaal product toegevoegd om dat product wat ze dan in de markt hebben gezet ter bestrijding van bloedluis waarschijnlijk een nog betere uitwerking te laten geven. Ja. Zonder dat daar zo de boer van in kennis is gesteld dat erin zat. En dat geeft zodanig emotioneel schade dat de mensen dat bijzonder rauw op een dak komt. Dat je dan in één keer gevolgen te werken krijgt die je nooit te minder had kunnen voorzien. Ja. En helemaal buiten medeweten om. En dus daardoor is de klap des te groter. Ja. En wat zijn dan de gevolgen voor deze pluimveehouders binnen uw coöperatie? Ja, nou dat ze per direct geen eieren meer kunnen leveren. En de eieren die geleverd zijn, die worden teruggeroepen. Dus die recall die komt allemaal voor rekening van de pluimveehouder. Mm-hmm.
En het houdt ook in dat de kippen die blijven op bedrijf en die blijven eten en ook eieren produceren. Dus die kosten aan de kant van het voeren geld en aan de andere kant van de eieren die ze geproduceerd hebben nog blijven produceren, kost ook elke dag geld, want die moeten weer afgevoerd worden naar de rendak. Ja. En wat zijn dan de opties voor deze bedrijven? Ja, er zijn meerdere opties. Dat is heel afhankelijk van de mate waarin de fipronil is aangetroffen. Als die vrij lage gehaltes heeft, dan is er misschien een mogelijkheid van het laten ruien van de kippen. Waardoor dan de vetreserves worden aangesproken. Ja. En die worden dan uitgescheiden. En dan gaan ze na die ruikperiode weer opnieuw verenkleed aanmaken. Ja. En dan begint er zwaar een tweede legperiode. Ja. En de hoop is dat ze daarna dan door die periode heen gekomen zijnde verlaagd, dan wel een zodanig laag niveau hebben dat ze weer eieren mogen leveren. Alleen niemand weet het of dat voldoende is. Ja, een andere optie is ruimen. Zijn er pluimveehouders die besmet zijn in uw coöperatie die al zo'n keuze hebben gemaakt? Want het lijkt me een hele moeilijke keuze. Ja, is ook een hele moeilijke keuze. En er is er in ieder geval één die de keuze heeft gemaakt. En die heeft ze vanmorgen noodgedwongen moeten laten vergassen. Ja. Want die norm was zodanig maal te hoog. Dat de optie van het ruien, die was eigenlijk nihil. Van een slagingskans. Ja, ja. Denkt u ook dat dit grote gevolgen kan hebben voor de gehele sector? Jazeker, want het is toch een stukje inbreuk op de vertrouwensheid van het product wat wij leveren. Ja, ja. En is die schade, kijk, dit is dan een het vertrouwen is niet te verhalen, maar is de schade, de economische schade ook ergens op te verhalen? Nee, nergens. Ja, op een bedrijf die het product levert, maar dat is een vrij jong bedrijf. Die loopt ons denk ik nog ruim 2 jaar mee. Mm-hmm. En dus ja, die wordt wel aansprakelijk gesteld. Maar dat zal wel vrij snel leeg zijn. Waardoor dan de boeren uiteindelijk achter net vissen en alles zelf moeten laaien. Er is geen enkele wijze een ondersteuning van een verzekering dan een bank of vanuit de overheid te verwachten. Ja, oké. Okay, dank voor uw toelichting, pluimveehouder Johan Verbeek. En heel veel sterkte in deze tijd. Dank je wel, graag gedaan. Ja, we horen het. Een enorme impact heeft het op zo'n boer. En deze boer zegt ook van, de schade is nergens op te verhalen. De overheid werkt niet mee. Er is geen verzekering die je uitbetaalt. U zei net ook al de vogelgriep. Daar wordt wel uitgekeerd. Ja. Wat is het verschil tussen die twee? Ja, bij de vogelgriep is er een diergezondheidsfonds om dit risico, laten we zeggen, voor een deel te dekken. Hè. Dan kost het als boer nogal geld, maar dan krijg je een stuk compensatie. En de reden is dat besmettelijke dierziekte, dat is als het ware een calamiteit van buitenaf, hè, waar boeren niets aan kunnen doen. Vogelgriep hangt samen, voor zover we nu weten, met de trekvogels die dan overvliegen en waardoor die besmettingen komen. Bovendien is er met betrekking tot zo'n besmettelijke dierziekte ook een noodzaak om zowel vanuit de overheid als van de sector om direct en zo snel mogelijk op te treden. Want dat breidt ontzettend snel uit. Dus daar is, laten we zeggen, een heel regelnetwerk en ook financieel vangnet voor afgesloten. Zo en in deze situatie? In deze situatie, dit is eigenlijk, de boer zei het straks al, dit is een nieuwe situatie, we hebben dit niet meegemaakt, maar dit gaat natuurlijk eigenlijk over een verboden middel, waarvan het als het ware een onrechtmatige daad is, juridisch gezien, dat is gebruikt. Dus in die zin is er ook, geldt dan hier ook eigenlijk van, dan ben je ook verantwoordelijk, er zijn hier mensen verantwoordelijk. En er bestaat in die zin geen vangnetregeling. Ja, wat zou er wel kunnen doen? Nou, wat ik denk, en dat is ook wat je nu eigenlijk hoort, is dat het straks het had over een schuldige. Dat is allemaal niet zo duidelijk. En ik denk dat heel veel mensen te goede trouw hebben gehandeld en met een enorm probleem zitten. En dus je kan zeggen van, dat is een calamiteit die vergelijkbare trekken heeft met zo'n dierziekte. Ja. Maar dan zou er dus een fonds opgericht moeten worden? Ja, wat een optie zou zijn, is dat je dan inderdaad nadenkt over een soort onderlinge verzekering, onderlinge waarborg. Dat je als het ware een fonds opricht. En de overheid zou daarbij kunnen faciliteren. Ook binnen het landbouwbeleid zijn er
mogelijkheden en maatregelen die ruimte geven om zo'n fonds te richten. En dan zouden dus de boeren zouden daarin financieren en de overheid zou dat helpen opzetten. Ja. En dat zou een optie zijn, maar goed, dat is er voor ons nog niet. Dat is er voor ons nog niet. Een mogelijkheid zou kunnen zijn dat je als sector probeert of je dat met terugwerkende kracht nu versneld zoiets kan opstarten. En dan misschien daar toch nog een soort compensatieregeling uit kan. We gaan kijken of dat misschien wel van de grond kan komen. Dank voor de toelichting. Graag gedaan. Dank u. U heel erg bedankt voor het kijken. Morgen zijn we er weer. Graag tot dan. Dag.